Tot zover het radionieuws. Dit is Sven en Jeffrey EDM Show. Ik ben Sven. Ik ben Jeffrey. En ik achter de knoppen. En vandaag gaan we er weer een hele toffe uitzending van maken. We beginnen natuurlijk weer met de half uur set. Daarna de previews en daarna lekker de weekendmix. Hebben we er zin in, jongens? We hebben er zeker zin in. Yes! Let's go! Yes, let's go! When I'm scared, I find myself thinking about you. 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 I wonder what you're doing.
Baseline makes me feel so right. Thank you.
There's no place I'd rather be when your sky's filled with clouds. There's no need to turn around. Here we are, wide awake. It will never be the same. Let it drop, let it drop, 'cause we're gone.
Yes, 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 dames en heren, dat was het eerste half uur set. Ja, dat was lekker, hè? Yeah. Jeffrey, jongen. We zijn on fire vandaag. We zijn echt on fire vandaag. Zeker, jongens. Ja, dat was echt een zieke. Ik weet ook wel. Zieke mix. Zeker, dankjewel, man. Dankjewel, thanks. Ja, ik denk dat ik weet wat we op onze volgende boekje gaan draaien. Ja. Ik ga straks even terugluisteren, dan ga ik het even opschrijven. Yes. Maar we gaan nu door met de... De Sven en Jeffrey. Preview. De preview. Zeker weten. En Henk, wat hebben wij op het menu staan vandaag? Wij hebben als eerste nummer om te draaien Brooks en Mo Falk met Take My Breath Away. Ja. Zo. Ja. Waarom? Weer. De vingersnaps missen gewoon weer. Snip. Ze missen weer inderdaad. Ze missen weer. Ja. Fucking sick dit. Echt waar. Jeffrey, wat vind jij ervan? Ah, ik weet wat er komt. Stiekem al. Oh, stiekem uit. Ik heb nog niet geluisterd. What the fuck? Wat? Padatatada. Dat is zo ziek, gast. Hij is zo gaaf. Echt vet. Shit, man. Ja, zeker. Echt. Die vocal is ook goed, man. Ja, echt. Wow. Holy moly. Dat is wel goed. Is echt goed. Fuck, take my breath away. Zeker. En ik heb nog wat achtergrondinformatie over Brooks, de DJ-producer van deze plaat. Ik dacht, het is wel leuk, hij is best bekend. Thijs Westbroek heet hij. Geboren 14 april 1995 in Eindhoven, de gekste. Hij is gesigned bij Martin Garrix, Stamped Records. Heeft hij al heel veel platen uitgebracht. Okay. Bijvoorbeeld Boomerang met GRX. Ja. Nog zo'n goede plaat. Of Links, een solo plaat waar hij eigenlijk... Waar hij eigenlijk best wel lekker mee is gegaan. Ook heeft hij een hele goede release met David Guetta, Better When You're Gone. En met Martin Garrix heeft hij ook verschillende tracks gedaan. De laatste track die hij met Garrix heeft uitgebracht was Quantum. Met Martin Garrix. Oeh, Quantum. Ja. Quantum. Ook een banger. Ja, ook zeker een banger. En hij heeft ook heel veel goede remixes uitgebracht. Zoals The Dreamer remix van Brooks, van Martin Garrix. En Scatter Be Lonely heeft hij ook een hele goede remix voor gemaakt. Hij heeft nu 3 miljoen views op YouTube ongeveer. Dus, oké, dat was hij ook. Die Scatter Be Lonely remix. Ja, dat was hij ook inderdaad. Oh, okay. En hij is eigenlijk doorgebroken met het nummer Only I Could. Ja, ik kan dat niet uitspreken. Maar goed, in ieder geval, die is uitgebracht bij Future House Cloud. En daar is hij eigenlijk de lucht mee gegaan.
Zullen we gewoon naar de volgende gaan? Ja, de volgende is van Lucas en Steve samen met Retrovision, Summer.mp3. Oei. Dat mp3? Ja, zo heet hij. Nee joh, echt? Ja, oh, dat vind ik Summer.mp3. Ik had hem wel punt wave genoemd, maar mij niet. Ja. Nee, maar dit gaat, de videoclip heeft een beetje een vibe van de MySpace era. De bestandsnaam. Ja. Een beetje MySpace era-achtige videoclip zit erbij. Oh, dat is best wel vet. Ja. Totally not a spam. Get your free mp3 now. Yo! Dit klinkt fucking lekker, jongens. Dit klinkt echt goed. Lekker. Wauw. Dit is lekker hoor, jongens. Ja, jongens, zeker. Hey, maar jongens, ik heb nog wel een leuk vraagje voor jullie. Zijn jullie al een beetje gewend aan de nieuwe studio? Want we zitten nu hier voor de derde keer, ongeveer? Ja. Tweede keer is het volgens mij toch? Nee, derde keer. Derde keer, ja. Inmiddels ben ik er wel weer aan gewend, ja. Ja, toch? Ja, het is apart, hè? Hoe je dan zo'n upgrade krijgt en dan al zo erg aan gewend bent. Ja, het is heel gek. Ik moet ook niet meer aan denken aan die andere microfoons die we eerst hadden. Die altijd clipten en zo. Ja, deze clippen tenminste niet. Er zit een goede gate zit erop. Er zit een goede compressor zit eronder. Dus heb je echt heel crisp audio. Ja, en precies. Ik zelf als audiotechnicus vind dat echt super gaaf om te horen. En ik krijg er een stijve van, elke uitzending. Geitje. Just jokes. Maar ik ga er gewoon voor staan. Dan kan ik een beetje springen. Ja, je kan ook gewoon nu schreeuwen zonder dat dat wink afslaat. Ja, vooral bij de zelfpromotie komt het wel goed uit. Oh ja. Ja, dat merken jullie straks nog wel. Ja, dat hoor je. Niet bekend met ons programma, moet je even tot het einde wachten. Dan snap je ook waar we het nu over hebben. Ja, dan snap je waar we het over hebben. Zo, dit is wel lekker hoor. 3, 2, 1, go! Dit zijn echt die Lucas en Steve vibes gewoon die hier vanaf komen. Ja, dit is weer echt een typische Lucas en Steve track. Ik vind het echt heel lekker, man. Ja, heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Wauw. Ja, maar Retrovision en Lucas en Steve zijn ook gewoon een hele goede combinatie. Ja. Dat is gewoon echt gewoon geweldig. Zeker. Lucas en Steve, Retrovision met... Summer.mp3. Goed. Yes. Hebben we nog eentje? Ja, de volgende heeft een beetje een introductie nodig. Het is die. Ja, het kan eigenlijk een beetje onder bij twee programma's. Hij kan eigenlijk ook morgen bij Mainstream Af. Een programma wat ik samen doe met Robbie en Roel, die je hiervoor in de studio zag. Een beetje het rock and metal programma. En waarom zou je denken rock and metal? Nou, het is wel EDM. Het is wel EDM. En ik ben er zelf ook fan van. En wij kwamen ook met een suggestie om het te doen. Ja. Alleen toen zei Henk... Joch, dit is wel heel heftig. Nou, dit kunnen we morgen ook wel gebruiken. Hij is wel een beetje heavy. Dus ja. En waarom? Want het volgende nummer is van Illenium. Ja. En Illenium heeft ook een samenwerking gedaan met de metalcore band I Prevail. Dus vandaar dat ik dacht van, hij kan eigenlijk op zich wel ook morgen gedraaid worden. Want dit is weer een collaboration met een metalcore band. En niet de minste. Welke? Spiritbox. Oh, nice. Die is momenteel echt een hele, hele grote band. Met een vrouwelijke zanger. Wauw. Dat is best wel dat ook nog. Dus een female fronted metalcore band. Nice. En, ik heb een paar drops hiervan gehoord. En man, ja, het is echt sick hoor. Ja, nee, maar wat ik het toffe vind is dat hij die twee stijlen toch combineert of zo. Ja, want de eerste drop denk je van, nou, dit is best nog wel EDM eigenlijk. Een beetje future-based-achtig. Ja, ja. En dan ga je naar die tweede drop en dan denk je, oké, daar is de metal band. Ja, want het is wat ik vooral mooi vind aan metalcore is dat ze zowel de clean zang of gewoon de normale zang, dat ze dat combineren met de screams die je wel echt... hoort in de metalcore. Want metalcore is eigenlijk meer een beetje een splitsing van de heavy metal en de hardcore punk. En vandaar dus ook die screams. Ja, maar wat ik ook mooi vind aan Iran is dat het nog wel ergens melodisch is. Het is zeker melodisch. Ja, metalcore is ook zelf zeker heel melodisch. Ja, dat vind ik dus ook heel tof. Nou, zullen we hem gewoon aanzien swingen? Dat zou ik net zeggen. Ja, we kunnen er wel wat hier over praten, maar gelul, daar zitten die mensen duidelijk niet op te wachten. Nee, daarom. Nee, vandaar dat ik zei, deze heeft een beetje een intro nodig. Ja, precies. Oké. Want je hoort natuurlijk wel een beetje
die goede EDM-patch, maar je hoort toch dat er even iets niet aan klopt. Ja, hoor je dit? Dit is een beetje de metalkant. Ja, maar je hoort nog wel die EDM-synths eronder. Ja. Ja, ik hou hier echt van, man. Ik luister ook heel veel jullie niet meer in mijn vrije tijd. En dan hier op de achtergrond is de screams. Ja, dat is dus die metalkant, hè? Ja. Ja, ik vind hem tof. Ik vind EDM sowieso al heel tof. Ook vorige collab met een metalband was Art Perfil. Met Feel Something. Nou, ik heb dat toch grijs gedraaid. Dat is niet normaal. Dat is echt... Ook persoonlijk een van mijn... Maar dat was ook persoonlijk echt een van de beste Illinium platen. Vind ik ook inderdaad. Alleen wat ik... Dat was zeg maar een van de eerste platen waar een EDM producer zich zeg maar... combineerde met een metalband. En of een metalcore of hoe... Metalcore, ja. Metalcore band. En dat was zo nieuw. Dus er kwam al heel veel attentie voor. Maar ik vind het toch dat hij het wel echt genild heeft. Zeker. Bij deze ook weer. Ja, dit was ik hoor. Nee, dit is weer een beetje meer EDM, vind ik. Ja. Wauw. First drop incoming. Ja, nu komt hij, hè? Dat maakt hij langzaam op. Die kleine kicks eronder. Heerlijk. Dat zegt wat. Nou, dan komt hij, jongens. Oh. Ik vind deze beter, hoor. Dan. Wacht even, je hebt het toch nog niet gehoord. Yes! Ja, dit is dan de EDM-kant. Ja? Yeah. Ik vind het echt wel sick. Die future bass. Dit is gewoon een zieke future bass. Ik hou hier wel van hoor. Ja, ik vind het ook heel vet. Ik heb sowieso heel veel met future bass. Ik vind het echt heel tof. Ik maak het niet zelf, maar ik luister er wel even naar. Ziek dit hoor. Dit is echt best wel heel vet. Wauw. En nu komt de dubstep, denk ik. Ja, de dubstep slash metal. Ik vind het een beetje dubstep metal-achtig. Ja, dubstep en metal. Ik krijg hier een beetje soms ook wel kleine Skrillex-vibes van. Ja. Nou, nah, een beetje. Niet heel erg, maar die dubstep-vibe, weet je wel? Je voelt hem wel een beetje. Meer drum en bass-achtige shit. Nee. Can you feel me? Dus je niet. Ja, is die drum en bass kant. Yes! Is meer drum en bass inderdaad. Can you feel my chivalry? Haha, nice. Wauw. Ja, dit is lekker hoor. Dit is gewoon die harde drum en bass sound. Ja. Je hebt net zo goed gewoon Nosja. Nou, Nosja is iets meer, ja, hoe zeg je dat? Veel meer kleinere kut elementjes erin stoppen. Maar het had in principe wel een soort van Nosja kunnen zijn, die drop. Ja, die drop wel, ja. Die drop wel, hè? De rest niet, maar... Nee, de rest niet, nee. En dit noemen wij, dames en heren, een kunstwerk. Kunstwerk, nogal. Dit is gewoon kunst. Als dit een schilderij was, had hij nu in Amsterdam gehangen, jongens. Ja, dan was het gewoon een Rijksmuseum. Ja, een Rijksmuseum, inderdaad. Hè, dan was die de nachtwachter zo uitgedonderd. Oh, nog een. Why we became a tragedy. Oh, jezus, gast. Dit is wel echt heel lekker, hoor. Wauw. Never feel me shivering. Jezus. Het mooie van hier is, je hebt echt gewoon een combinatie van beide drops in elkaar. Ja, en dat is vind ik zo vet. Dat is dus weer die combinatie van metal, core en future bass. En ook drum en bass. Dus want je zag bij de vorige collab dat hij er twee stijlen door elkaar gooide. Ja, nu gooide hij er gewoon drie stijlen door elkaar. Een beetje het dubstep en het metalcore. En nu is het echt gewoon dubstep, metalcore en drum en bass. Ja, waarom ook niet, weet je wel. Ja, precies. Waarom, als je nou toch bezig bent. Ja, weet je daarom. Ik verwacht nou wel minimaal vier stijlen voor. Ja, echt. Dat hij gewoon in één keer een fucking rare future house trof doorheen gooit of zo. Zo, was dit de laatste preview van vandaag? Nee, we hebben er nog één. Oeh, oké. Idenium. En de band was? Spirit Box. Echt zo'n Courtney LaPlante. Wat een topmeid. Zo, wat een geweldige zangeres. Die kan echt goed zingen, joh. Holy shit. Maar heel eerlijk, ik heb nog nooit van die band gehoord.
Maar nu ga ik wel even wat dingen van hun luisteren, want ik vind het wel heel tof klinken. Dan moet je vooral Constance luisteren. Okay, man, dat is me toch een rollercoaster van emoties, jongen. Niet normaal. Nice, dan ga ik dat zo even luisteren. Wat is de volgende preview? De volgende preview is van Drove, Discreet en Tudor. Stamped Records zeker. Stamped Records. Hoe wist Some ik kind het? Of love. Hoe wist ik het? Ik verwacht dat hij niet zo vet is als de vorige, maar hey, je weet het maar nooit. Chill vibes. Oh, Drove. Oh, tuurlijk. Drove zag je natuurlijk ook al laatst met de release met Janie. In the Dark. Dat is ook wat meer laid back en lekker. Moet je maar eens even luisteren. Dat is ook wel een lekkere plaat. Gewoon voor de studenten. De examens zijn net over trouwens. Daar ben ik een beetje te laat bij. Maar. Ja, voor je examen leer. Oh, ja. Dat is je. Oh, jullie zijn al gezakt. Shit, man. Gelukkig zit hier genoeg emoties. Wat zei? Gelukkig zit hier genoeg emotionele mensen. Vibes. Oh, vibes. Aan. Oké, ik dacht alleen eventjes, waar gaat dit heen, maar... Wat? Vind ik dit leuk dat je dat zegt? Leuk. Wat was dat geluid? Ben, oh, ik dacht al. Kijk. Ik dacht al. Hey, kan ik dit doen, hè? Nee, dat klinkt niet. Het zal er passen. Maar kijk, een RTV Drenthe fan. Leuk. Wait. Oeh. Oké, dit mag ik misschien nog niet op radio zeggen. Maar als we platen gaan maken voor dat ene, Henk, dat het ene. Ja. Het ene, snap je waar ik het over heb? Ja. Dan komen er sowieso snaps in. Ja, ja. Dan gaan we ze van jou recorden, want jij kan goede snaps doen. Oké. We hebben snaps van jou nodig. Even wat snaps. En dan gaan we gewoon eisen dat in de beschrijving moet staan. Snaps by Henk. Henk Manning. Snaps by Henk Manning. Ja, wil ik dan wel in de beschrijving. Ja. Jeetje man, het is wel echt heel lekker. In 1 en 2, 1, 2, 3, go! Woo! Ja, ik denk dat ik weet wat ik in mijn playlistje ga zetten straks. En dan ga je hem ook in het lijstje zetten of niet? Of vind je hem niet lijstjes zo raar genoeg? Ik ga hem zeker in het lijstje zetten. Laten we gewoon veel in het lijstje zetten en dat we genoeg keuze hebben. Ja, want we gaan sowieso, we gaan alles vergeten aan het eind van het jaar. Ja, daarom dat ik het nu in het lijstje zet. Ja, het lijstje, we gaan nog niet zeggen wat het lijstje voor is, maar... Dat hebben we waarschijnlijk al 10 keer genoemd. Ja, maar voor de nieuwe luisteraar houden we het De andere luisteraars die weten wel waar ik het over heb. Maar voor de nieuwe luisteraars dat moet je het een verrassing voor laten. Ja. Ik heb al te vaak mijn mond voorbij gepraat, dus... Stoute Henk tegen ja. Oh, dat was hem alweer. Dat was hem alweer, kort. Oké. Drove, Discreet and Tudor, Some Kind of Love. Nou, dat waren alweer de previews voor vandaag, jongens. Zullen we nu eens even lekker... 9 uur begint de weekend niks. We gaan nu wel even indraaien, zoals we dat altijd zeggen. Ja, even indraaien. En wat je van tevoren ook al hebt gehoord... was al een beetje een klein voorproefje van wat wij gaan draaien... zo al in de weekend mix. Dus, ja, die half uur set bedoel je, toch? Ja, de half uur set. Precies. Met wel echt hele, hele, hele mooie overgangen af en toe. Hele mooie overgangen. Ja. Jezus, Mina. Ja, zeker. Ja, nou, Jeffrey, waarmee beginnen we? Frozen in Time. Van, Ik wist het. Ik fucking wist het. Gejat! Nee. Ja, inderdaad. Laten we hem draaien. Ja, goed idee. Ja, slinger hem aan. In 3. Oh, jammer. Oh, je wou een countdown doen. Nou, jongens, enjoy. Tot terug.
meest slecht mens. Ik heb in de sens niet per se een probleem, maar ik heb de drang tot de knal zo extreem. Geen grens, geen grens. Ik ben in de sens niet per se een slecht mens. Ik zie in de sens niet per se een conflict, maar het is je meisje die nu op de grond ligt. Geen grens, geen grens. Ik ben in de sens niet per se een slecht mens. Ik heb in de sens niet per se een probleem, maar ik heb de drang tot de knal zo extreem. Geen grens, geen grens. Ik ben in de sens niet per se een slecht mens. Ik zie in de sens niet per se een conflict, maar het is je meisje die nu op de grond ligt. Ze kan de stun niet aan, de flex die overrompelt. En ze doet te veel haar best om het een van ons te pompen. Mij. Toch is het gevolg, alle mensen in de rij. Meisje vooraan, Pieter on blow, low. Ik weer in de bar, en jij meteen boos. Geen grens, geen grens. Ik ben in de sensie niet per se een slecht mens. Ik heb in de sensie niet per se een probleem, maar ik heb de drang tot de knal zo extreem. Geen grens, geen grens. Ik ben in de sensie niet per se een slecht mens. Ik zie in de sensie niet per se een conflict, maar het is je meisje die nu op de grond ligt.
but there's something that the papers forgot. Every time I read them, I know I feed them, but I know they're painting, but they can't leave a mark. 'Cause my friends don't read the papers, and they don't really care if we're awesome or not. So every time I read them, I know I feed them, but I know they wanna see me hang on the wall. You don't know me, don't you think that I get lonely? It gets dark inside my head. Check my pulse, and if I'm dead, you won't be. If you're lonely, don't you think you're on your own? When it gets dark inside your head, check my pulse, and if I'm dead, you won't be. Ja mensen, het is inmiddels 9 uur en dat houdt in dat de tijd is voor... De Sven en Jeffrey Weekend Mix. Weekend Mix. Dus het komende uur alleen maar bangers gedraaid. Er wordt een heel mooi setje op het gedraaid. En ik zou vooral zeggen, ga ervoor zitten het komende uur. Want er komen een partij bangers voorbij. Dus veel plezier met de Weekend Mix. Say it to my face if you mean it. Say it to my face, but you won't. I know I'm not losing, but I'm losing my mind. Does anybody know what that's like? You don't know me, don't you think that I get lonely? It gets dark inside my head. Check my pulse, and if I'm dead, you owe me. If you're lonely, don't you think you're on your own? When it gets dark inside your head, check my pulse, and if I'm dead, you owe me. If I'm there, you want me. I'm there, I'm there. If I'm there, you want me. Oh me, oh me, oh me, oh me, oh me, oh me. If I'm there, you want me. You'll be there. So, style, I want you to lead the way.
see you through the clouds. I feel you when you reach. You'll never walk out, even on my darkest days. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know. Starlight, won't you lead the way down this river?
friends.
get ill. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get out your seats and let's get ill. That's right, y'all. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get out your seats and let's get ill. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get out your seats and let's get ill. That's right, y'all. Party people, that's right, y'all. Party people, get out.
this time you got to hold on.
Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business.
wanna be around the infant. I provide a fire and I burn it up. What they really care about is bling bling. Sipping something slow with a double cup. Rossi's clotted, begging no pardon. JJ Martin, what have we started? One eye open, no Illuminati. Megs and Cardi's up in this party. Met things that are really misguided. Stay high, could be always on flash it. Do big tours, moving in silence. All this pressure made VVS diamonds. All this pressure made VVS diamonds. Like a bomb.
Every fucking day and every night. Just fill up the fact I feel my circle.
Yes, daar ben ik. Yes, dames en heren, dat was alweer de uitzending voor vandaag. Bijna. Yes, want het is namelijk tijd voor... Ja, kijk maar of ik... Ja, heb ik hem wel goed geselecteerd. Het is tijd voor... De Sven en Jeffy. Yes, dames en heren, volg ons allemaal even op Instagram. Sven Jeffrey Music. En je kan ons ook vinden op Spotify, Deezer en alle andere muziekplatformen waar je muziek op kan streamen. Daar heten we gewoon Sven en Jeffrey. Ga even naar de website www.svenandjeffrey.com. En dan, Henk, laat ik jou een ding doen. Boek nou gewoon! Boek nou gewoon, dames en heren. Boek nou gewoon. Het kan alweer. Het kan weer. Best al een tijd alweer eigenlijk. Ja, al een hele lange tijd inderdaad, ja. Ja, het werkt ons op rubriekje, want onze eerstvolgende boeking is 3 juni. Ja. Op Zero Generation in Paterswolde. Onder andere Latsa, de goede producer, komt er. En Harry Snijders komen er draaien als hoofdex. En wij staan er ook, gelukkig. Ja, inderdaad. Dus dat is mooi. Dus ga er op voor je tickets. 3 juni. Paterswolde, Zero Generation, copy tickets, Google het maar. Yes, dames en heren. Nou, dat denk ik. En dan wil ik zelf ook nog eventjes wat vertellen. Want ik ben morgen ook gewoon weer te luisteren. Morgenavond tussen 8 en 10 ben ik te horen bij... Gaat in één keer wat... Gaat dat fout? Ja. Zit in één keer, de PFL-knop staat in één keer aan, wat niet de bedoeling is. Maar... ik ben dus ook morgen te horen bij het programma Mainstream Off. Dat doe ik samen met Robbie Veldman en Roel van Dijk. En het rock and metal programma, daar ben ik ook bij te horen. Dus ben je zelf ook een metalhead? Zou ik vooral zeggen van, ga dan morgen dan maar even luisteren. Zeker, en als je nou een bandje bent, wat moet je dan doen? Mail nou gewoon! Inderdaad, daar gingen we bijna. Yes. Inderdaad, mail nou gewoon, dames en heren. Nou, dat was de zelfpromotie voor vandaag. Yes. Ik denk dat wij er nog een plaatje of twee tegenaan gaan gooien. Dan zien wij jullie volgende week weer. Het was supergezellig. Ja. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Tot volgende week. Later.
Yes, dames en heren, dit is alweer het laatste nummer. Dank jullie wel voor allemaal voor het luisteren. We hebben net natuurlijk al de zelfpromotie gedaan. Per ongeluk een beetje te vroeg. Ja, een beetje veel te vroeg. Maar we goed, moesten nog 8 minuten zien vol te krijgen, maar dat lukt wel. Ja, zeker. Dat lukt laatste zeker nummer. Wel. Dus ja, veel plezier met het luisteren van ons track Huis en Loos. En dan zien we jullie volgende week weer. Yes, tot volgende week. Sorry. Later. Yeah. Later. Yo. Ewald van Liemt met het radionieuws.